Daar zijn we weer. Ik sta nu lekker in mijn eigen tuin. Ik heb hier gelukkig de ruimte. Ik kan niet bewegen. Ik kan me voorstellen dat je die ruimte niet hebt als je op een appartementje woont of een kleine tuin hebt. Maar dat maakt niet uit. Iedereen kan meedoen, want je hebt niet veel ruimte nodig. Maar ik dacht, lekker naar buiten. We gaan beginnen. Ja, we gaan het vandaag hebben over zelfdiscipline. Want dat is wel iets waar een enorm beroep op gedaan wordt in deze moeilijke tijd. Want je bent gewoon thuis. Je hebt geen team om je heen, je wordt niet gecorrigeerd, je wordt niet uitgedaagd. Je moet allemaal uit jezelf komen. Super belangrijk. Ik heb altijd één belangrijke spreuk die ik heel vaak zeg tegen mijn atleten. Echte kampioenen trainen ook als niet iedereen kijkt. Het is namelijk heel makkelijk om in een volle arena of in een vol schaarstadion keihard te kunnen sporten. Dan is de motivatie niet zo moeilijk. Maar juist als er niemand kijkt, dan komt het erop aan. Wie ben je? Hoe sterk ben je echt? Dit is een belangrijke periode, dus het komt nu aan op jou. Pak het op en laat zien dat je een kampioen bent. Sporten is namelijk super gezond. Het geeft je energie, het kost je energie, het levert je energie. Je maakt endorfine, je wordt er gelukkig van, je krijgt er meer energie van. En je gaat dus ook beter presteren in je werk. Daar geloof ik echt heilig in, dus doe mee. Ik heb weer een hele leuke workout bedacht voor je benen. De eerste oefening, doe de oefeningen eerst even rustig voor. De eerste is de side squat. Je staat recht en je gaat naar rechts, terug naar binnen en naar links. Een squat, de side squat. De tweede is de lunge. Doe eigenlijk hetzelfde, maar dan naar voren. En iedere keer weer terug naar de plek. Hou je core strak en goed. De derde oefening, ja, ik heb het niet bedacht, maar dat heet de inchworm. Ja, wat is dat? Het is eigenlijk gewoon met je handen naar je voeten. Ja, zo stijf als een hark, dat zie je wel. Je benen recht houden. En je loopt naar voren. Je houdt je core strak. En je loopt weer met je handen terug. En overeind. En dan doe je het nog een keer. Dat is de derde oefening. De vierde oefening is de Bulgarian Split. Het is eigenlijk heel simpel. Eigenlijk een squat oefening met één been. En je achterbeen op een bankje. Je staat zo, je staat stabiel en je maakt een kniebuiging. Hup. Doen we 20 seconden links, 20 seconden rechts. En als laatste oefening, de squat jump. Mijn favoriet. Echt lekker springen. Staan en springen. 1. Echt springen. Vanuit de squat positie, omhoog. Echt een killer. Nou, ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. Ja, schud je benen nog even los. Maak je klaar voor een leuke workout. Oké, we gaan beginnen. De side squat. 30 seconden. We beginnen nu. Oké, heel goed. Goed zo. Ja, cognitief ook moeilijk. Hou je romp sterk. Echt in die squat houding blijven staan. Je volledige voet. Terug. Heel goed. 2 seconden. En goed. Dit was het maar weer. Schud je benen even los. En een paar seconden rust. Kan hier lekker in de tuin. De volgende oefening is de lunge. Hetzelfde. Dan een kwartslag. Gedraaid. Zo. Heel goed. En hou vol. Geniet van het weer. Kijk om je heen. Heel goed. Lekker. Oké, dat was hem weer. We hebben nu de volgende oefening. En dat is dan de inchworm. Handen naar je voeten. Ik ben een beetje stijf, kan hem niet heel goed. Maar ik probeer hem zo goed mogelijk te doen. Dus doe ook mee, hè. Doe mee. Oké, naar de voeten. Klaar. En dan gaan we. Dan lopen met onze handen vooruit. En we houden onze kont. En core zo stabiel mogelijk. En we gaan weer terug. En... dat was hem weer. Lekker. Oké, de volgende oefening
is de Bulgarian split. Voet, achterbeentje, gewicht op je voorste been. En kniebuigingen. Ja, klaar. We beginnen nu. 20 seconden links, 20 seconden rechts. Hup. Hup. Hou je core goed sterk. Hou hem strak. Alles vanuit controle. 5 seconden. Ja, ander been. Zoek weer een stabiel punt. Zoek een punt voor je waar je naar kijkt. Waar je controle op hebt. En je gewicht op je voorste been. Even van de zijkant zien. En ja. Zo. En nu de laatste oefening. De killer, de uitsmijter. De squat jump. Zijn we er klaar voor? 30 seconden. Kom op, geef je energie. Kost je energie, maar het levert je nog meer energie op. 3, 2, 1. Ja. Hup. 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 Hou vol. 3, 2, 1. Ja. Woe. Ha. Lekker. Zo kunnen we weer tegenaan.